Breda Nu. Je weet het meteen. Op basisschool De Spoorzoeker is een kinderbelevingskaart onthuld met daarop plekken die kinderen en ouderen uit de Belkrum geselecteerd hebben. De kaart werd onthuld door wethouder Patrick van Lunteren. Wie heeft deze kinderbelevingskaart eigenlijk bedacht? Ja, dit is een ideetje wat er ooit in Arnhem was, een kaart voor grote mensen, een soort belevingskaart voor grote mensen. En toen is Jantje Beton kwam dat tegen en die dacht, hey, dat is eigenlijk veel leuker voor kinderen om te maken. Hè? Een soort schatkaart voor kinderen voor hun wijk. En in Breda waren we bezig met kindvriendelijke stad. Hè? Van hoe gaan we nou kinderen betrekken bij de stad en hoe gaan we kinderen nou leuke plek geven in de stad. En dat is allemaal bij elkaar gekomen hier dus. En Doren Roos, de vormgever, en Jantje Beton en de gemeente hebben dit samen gemaakt. En uiteindelijk hebben de kinderen van de Belkrum natuurlijk alles ingevuld. Hè? Want dat wisten wij niet. Maar de kinderen van de Belkrum hebben dit allemaal aangegeven. Waar ze spelen, waar ze ravotten, waar ze in bomen klimmen. En ook opa's en oma's. Dat vind ik misschien wel het allerleukste ook. Hè? Die opa's en oma's hebben ook meegedacht. Hè? Opa Kees en oma Ineke die hebben ook aangegeven wat zij allemaal weten van de wijk nog. Waar vroeger de koeienfabriek stond, hè, de slachthuis. Dat zie je ook op de tekeningen, allemaal koeien rondlopen. Dus het is eigenlijk, het idee is van de gemeente Jantje Beton en Doorn Roos. En de kinderen hebben hem allemaal ingevuld. Wat is het leukste wat jullie in de Belkrum zelf vinden? Het leukste plekje of het leukste speelterrein of zo? Ja, er zijn heel veel leuke plekjes om te zitten. Dus het is niet echt één favoriet, maar meer wel. Altijd. Ja, je hebt altijd wel een leuk plekje waar je kan zitten. Het maakt niet uit met waar je zit, maar met wie je zit. Ja, dat maakt ook wel. Dat je gewoon met leuke mensen zit. En wat maakt het zo leuk om in de Belkrum te wonen, in deze wijk? Het is heel gezellig en ook met de winter heb je wintermarkt. En ja, er zijn allerlei activiteiten die je kan doen. En allerlei heel dingen. Gezellig en zo. En het is een hechte wijk. Ja. Wat maakt het eigenlijk zo leuk om in de Belkrum te wonen? Nou, ik ben hier zelf een jaartje geleden komen wonen. Hè. Een beetje hier bij de Turkse pizza in de buurt. Hè. En de bal, dat is een beetje mijn straatje hier in de oude tijdense weg. Ja, en ik ben hier komen wonen omdat hier van alles gebeurt. Hè. De farm gebeurt hier. Je hebt allemaal leuke speelveldjes. Je hebt het speelhuislaan met allemaal leuke eettentjes. Podium Bloos, hè, waar je lekker naar het theater kan. Je hebt helemaal aan het einde van de speelhuislaan. Bij de haven heb je allemaal leuke dingen zoals stek. Hè, met een strand en allemaal creatieve mensen die daar bezig zijn. Dus ik vond de Belkrum echt een te gekke wijk om naartoe te gaan. En nou blijkt hij ook nog eens voor kinderen super gaaf te zijn. Dus ja, ik ben alleen maar blij dat ik hier ben komen wonen. Wat vinden jullie eigenlijk zo leuk aan de kinderbelevingskaart? Ik vind het leukste dat het door kinderen is gemaakt. Dus de plekken die zij bijzonder vinden staan erop. Ja, en je kan ook zien wat voor leuke plekjes allemaal opstaan en zo. Als je dan bijvoorbeeld een woensdagmiddag thuis alleen zit, en dan kan je beter iets gaan doen. Want als je op de kaart kijkt, dan kan je plekjes vinden waar je bijvoorbeeld nog nooit bent geweest. En wat andere kinderen ook leuk vinden, zodat je niet niks hoeft te doen. Een soort activiteitskaart eigenlijk. Ja. En je weet dat de kinderen het hebben gemaakt, dus dan weet je van, oh ja, niet die ouders, van dat, die vinden andere leuke dingen, vinden andere dingen leuk. Breda Nu. Je weet het meteen.